Egypte, dat is een hele reis. En al die bezuinigingen, die staan u niet in de weg? Nog niet, gelukkig. Gelukkig niet. Ik hoop dat u een hele fijne vakantie hebt. Dank je wel, ik hoop het ook. Het gaat zeker lukken, denk ik. Heel veel plezier. Dank je wel. Er zijn nog vakanties geweest. Ja, we zijn net een paar weken terug. Oké. Dus dat heeft jullie niet in de weg gestaan. En die bezuinigingen, die, ja, daar kunt u wel mee omgaan? Ja hoor. Ja. Wij doen gewoon lekker ons eigen ding. Je kan wel merken dat alles duurder wordt. Maar ja, als je dat een beetje, zelf een beetje in de hand houdt, dan kun je gerust op vakantie gaan. Ga je nog wel op vakantie? Ja. Ja? En waar ga je naartoe dan? Naar Slovenië. Naar Slovenië. En waar in Slovenië ga je naartoe? Weet je ook de plaats waar je heen gaat? Ljubljana misschien? Maar het is wel een heel mooi land. Nee, ik weet niet. Waar is zo bezuinigd? Nou, het gas is behoorlijk duurder geworden. En tenminste de stookkosten. En de supermarkten zijn de producten allemaal veel duurder geworden. En ook bij schoentjes kost me ook wel onder van. Maar goedkoper is het niet. Nee, en dat nee. Is wel opruiming, maar daar valt nog wel soort in. En kan u er nog wel om op vakantie gaan dan, of gaat u niet? Nee, ik heb mijn heupel. En die is geopereerd. En is nog, dan moet ik nog eerst aan de beurt gaan. Dus ik kan niet op het moment. Nee, dat is een beetje lastig. Nou, ik zag het wel zitten, maar ik ga toch niet. Ik moet eens op Schiphol, daar moet je man niet staan. En ik ben alleen, dus je gaat niet zo gauw alleen wat boeken. Dus ik vind het goed thuis. Dus u blijft net zo lief thuis? Op het ogenblik wel, ja. 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 En die bezuinigingen, kan u die nog allemaal een beetje aan? Ja, dat lukt allemaal nog wel. Ja? Het gaat allemaal goed. Ja, maar u merkt het wel? Jawel, natuurlijk merk ik het wel. Ik merk sowieso al wel dat met het gas en zo, ik heb vast contract of je het wil, dus daar ben ik altijd goed mee. Want gas is natuurlijk hartstikke duur geworden. Nee, maar ik red het allemaal. U komt de zomer wel door? Ik kom de zomer en de winter hoop ik ook weer door. Wij gaan alleen wegens omstandigheden niet, maar anders waren wij nu op vakantie geweest. Oh, maar helaas kunnen jullie nu niet gaan? Nee, okay. Omdat mijn man heeft een ongeluk gehad. Dus daardoor, dat is waarom wij niet op vakantie zijn gegaan. We merken wel dat alles veel duurder is. Dat wel, maar... Maar jullie kunnen nog gelukkig... hier in Almelo je vermaken. Ja, wij wel, toch? Ja, gelukkig met een lekker dagje shoppen. Ja. 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 En heb je al een strandbal gehaald dan? Gaan we straks de andere kant op, hè? Moeten we toch op, hè? Ja. Ja. Zo, maar dat is mooi. Twee poppetjes, dus je hebt nog wel heel veel plezier in Almelo. Wij hebben heel veel plezier, absoluut. Daar gaat het om, toch? Toch? Ga je nog op vakantie dit jaar? Ja. Ja? Maar heb je ook gehoord dat er heel veel bezuinigingen zijn de laatste tijd? Nee. Nee, heb je niet meegekregen dat het gas veel duurder is geworden? En dat je in de supermarkt je veel meer moet betalen? Dat wel. Maar je gaat er nog wel om op vakantie? Ja. Ja, geen probleem? Mhm. En waar ga je naartoe? Italië. Italië, oh, maar dat wordt vast heel leuk. Mhm. Ik ga veel op vakantie. Zo, en waar ga je allemaal naartoe? Ik ga naar de dierenwijk. En daar heb jij heel veel plezier? Mm-hmm. Juist. Nee. Ga jij niet op vakantie? Maar dat deed je toch al niet? Nee. Nee. Ik kom net uit het ziekenhuis. Jij komt net uit het ziekenhuis? Ja. Ja, dan heb je geen tijd om op vakantie te gaan. Ja. Ben je geopereerd? Nee, enkel gebroken. Op vakantie, dat zat er dit jaar niet in. Misschien volgend jaar, maar... Ach ja. Ja, tuurlijk. Ja, dat gaat wel door? Ja. Ja? Heb je meegekregen wat er allemaal al bezuinigd is dan? Nee. Maar ja, jij rijdt nog niet in de auto, maar als jouw vader wil tanken, moet hij wel wat meer betalen dan hij vorig jaar betaalde. Ja, mijn vader gaat altijd naar Duitsland. Dus. Oké. Okay. Ja, en als je naar de supermarkt gaat, dan is ook alles best wel duurder geworden. Ja. Dat heb je denk ik wel meegekregen, toch? Ja, maar nog niet zo duur voor jullie dat je niet op vakantie kan. Nee. Waar gaat de vakantie naartoe? Turkije. Naar Turkije. Heel veel plezier. Ja, we zijn het voorseizoen gegaan in juni. Dat was de eerste keer. Mijn man is net met pensioen. Dus dat kwam heel goed uit. We hebben niet gepland. We zijn gewoon naar Bonnefoy gegaan. Maar wel naar Duitsland, Luxemburg, Frankrijk. En dan weer terug naar Zeeland. Dat is plek genoeg. Ja, want ja, die bezuinigingen die worden wel steeds iets beter en meer doorgevoerd. Hè? We hadden mooie bakken in de grond bijvoorbeeld. Ze zijn allemaal weg.
kregen we weer bakken bij het huis. Het is allemaal zo rommelig. Het was zo makkelijk, weet je, in de grond. En dan, ja, het is allemaal bezuinigingen. Ja, en, maar ik hoop dat het desondanks toch allemaal nog een redelijke zomer voor u is. Ja, zeker wel. Je moet tevreden zijn met wat je hebt, hè. Mensen klagen allemaal, maar we moeten blij zijn met wat we hebben. U bent hier net een dag in Almelo? Ja, ik ben net een dag in Almelo. Ik kom zelf uit Gouda. En nou, ik vind Almelo erg verrassend. Ik had het niet verwacht. Heel divers, maar een leuk stad. Juist, want onze vraag deze week is... er zijn heel wat bezuinigingen doorgevoerd de afgelopen periode. Zijn er voor u nog wel mogelijkheden om op vakantie te gaan? Voor mij zijn er zeker mogelijkheden om op vakantie te gaan. Want ja, vandaag, ik ben op vakantie. In Almelo. Dat is leuk. En u blijft voorlopig hier in Almelo of gaat u ook weer wonen hier? Nee, ik ga niet wonen bij u. Ik ga morgen weer terug met mijn moedertje van 80 naar Gouda. Maar je hebt wel een fijne tijd in Almelo. Ik heb wel een fijne tijd in Almelo.